Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4. Bart gaat nu eventjes lekker pannenkoeken maken. Het is trouwens dinsdag 5 uur 's ochtends, dat is al lekker vroeg. Dus ja, iedereen ligt eigenlijk nog op bed. Of nou ja, Haley die wordt ook dadelijk wakker. Lily en Nick ook als het goed is. Oh, Nick die kan al wakker worden, die is al helemaal uitgerust. Nou, dan gaat Nick zijn bed uit. We kunnen niet naar de wc. Nou, we doen het nog even vervangen, want we moeten naar de wc. Want alles is hier kapot. Die laat ik Bart zo wel even maken. Of nou ja, ik kan ook even laten vervangen. Waarom zouden we het helemaal gaan maken? Even kijken. Nick, doe je alledaagse kleding aan? Want dadelijk moeten we natuurlijk naar school, toch? Ja, het is gewoon dinsdag, dus dan moeten we denk ik gewoon naar school. Hups, ik even lekker een paar pannenkoekjes eten. En Haley, ben je al bijna wakker, meid? Joh, je bent al lang uitgeslapen. Kom je bed uit. Doe niet zo lui, waarom voel je je flirterig? Je wordt net wakker. Ik voel me niet flirterig hoor als ik net wakker ben, maar oké, zij blijkbaar wel. Oh, zij wil ook pannenkoeken gaan eten. Nou nee, eerst doen we even onze alledaagse kleding aan. En gaan we even naar de wc. Kan dat als hij daar staat? Wie is dit eigenlijk ook alweer? Dit is toch, ja, dit is Jason, dat is onze flirt. Het is onze flirt, jongens. Hij is bij ons blijven logeren natuurlijk. Alleen hij heeft volgens mij niet geslapen vannacht. Dus hij zal wel moe zijn als we dadelijk naar school moeten. Maar ja, dat is zijn probleem, niet het mijne. Wat doe je? Ruim je bord gewoon eens even netjes op. Oké, dan niet. Oh, hij gaat het nu toch wel doen. Oké. Even kijken. Opruimen kunnen we daarna doen, want dan bederven ze niet. Oh, ze voelt zich speels. Oh, wie is dit? Oh, dat is Jason. Oh, nu gaat hij hier een beetje op bed liggen of zo. Hij denkt, ik mag hier zo lekker gaan liggen slapen. Hij denkt, YOLO, ik ga op het bed van Bart en Haley liggen. Tch. Ach ja, moet hij weten. Ik kan hem ook wakker maken. Oh, hij gaat nu ook naar school, denk ik. Het Haley kletsen. Nou nee, dat gaan we even niet doen. We gaan even verder eten en naar school. Oh, we gaan al naar school. Doei, Lily. Veel plezier op school. Nick gaat naar school. En Lily natuurlijk ook. Nick gaat even vrienden maken. Haley. Wat zullen we vandaag eens gaan doen, jongens? Ik wil even iets leuks gaan doen. We gaan vandaag ergens heen of zo. Zoiets. En hoe is het met Bart? Die gaat de vuilnisbak leeghalen. Dat vind ik ook leuk. We gaan denk ik een keertje iets met Bart doen. Want we doen volgens mij niet zo heel vaak iets met Bart. Dus we doen het vandaag een keertje wel. Lily gaat even hard studeren. Dat mag ook wel eens. Oh, we gaan al stretchen blijkbaar. Even kijken. We gaan even kijken waar we heen gaan. Misschien een nieuwe vriend of zo. Of een nieuwe... Of weet ik veel wat we kunnen gaan doen. We gaan naar de... de ratelslangsapbar kunnen we heen. Of we kunnen naar de lounge. Ja, waar zullen we eens heen gaan? Ik denk dat we een sapje gaan drinken. En dat gaan wij alleen doen. En dan gaan we daar gewoon even mensen ontmoeten. Nou, er zijn we hoor. Er is hier helemaal niemand. Alleen zij is er. Ja, het is ook nog wel heel vroeger. Of heel vroeger. Heel... Ik kan echt weer niet praten. Het is ook nog heel vroeg. Dus ik heb eigenlijk geen idee waarom we hier nu al zijn. Misschien kunnen we beter eerst even ergens anders heen gaan. En wat later terugkomen in de bar. Want het is nu wel heel vroeg. Dan gaan we even naar de heffe- en vetverbrande sportschool. En dan gaan we eventjes lekker sporten. Hij voelt zich toch energiek, dus dan kunnen we dat net zo goed doen. Ja, dat gaan we doen. Nou, we zijn in de sportschool. Dit is denk ik iets beter om even te doen. Want sporten in de ochtend, nou ja, dat doen heel veel mensen. Dus we gaan het ook even lekker doen. En we gaan eventjes met Don kletsen. Ik weet niet waarom. Mogen Bart en Don elkaar over eigenlijk wel? Ik weet het eigenlijk niet. Maar ze zijn allebei gespierd, dus ja... Of voor mij kennen ze elkaar nog helemaal niet, of wel? Nee, ze kennen elkaar nog helemaal niet. Nou ja, nu wel dan, maar oké, nou dan ga ik even met Don kletsen. Ik vind Don en Bart wel leuk als vrienden bij elkaar. Want ze zijn allebei heel gespierd en ze houden allebei van sporten. Dus ik vind het wel, die kunnen wel BFF's worden. Of BFF's, nou ja, gewoon vrienden in ieder geval. Heupen kletsen. Wat wilt hij eigenlijk doen? Sit-ups doen. Nou, dan gaan wij straks even sit-ups doen, jongen. Over handigheid praten. Wie is dit? Fleur van de Wal. Nou, we gaan eerst even een sit-upje doen. Want dat wil hij heel graag blijkbaar. Dus ga jij maar even lekker een sit-up doen. Hupsakee. Beginnen met die sit-up. Goed zo, Bart. Goed zo. Oh, kijk. Zij doet mee. Alleen zij doet opdrukken. Of hoe noem je dat? Push-ups, volgens mij, hè? Push-ups, ja. Gezellig. En dan wil ik ook eventjes gaan boksen. Of een commando training. Wat is dat? Wat is een commando training?
Sorry, mijn Facebook ging af, hoorde ik. Oké, dit is dus blijkbaar commando training. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, zo. Nou, dan moet je, met Bart moet je heruzie hebben, jongens. Met Bart moet jij heruzie maken. Wie is dit? Wie is deze jongeman? Maxime Smit. Die heb ik nog nooit gezien in de Sims. Dus daar wil ik eventjes mee gaan praten. Ik heb hem echt nog nooit gezien. Ik heb de Sim nu al best lang en ik speel het nu al best lang, maar ik heb Maxime nog nooit gezien. Of ik heb hem wel gezien, maar ik weet het gewoon niet. Kom, we gaan een gevecht oefenen. Oh, waarom gaan we dat hier doen? Dit is echt een hele onhandige plek. Ja, ik wou net zeggen, ga dan even daarheen of zo. Ga dan daar het gevecht oefenen. Ga daar de fitnesstechniek even bespreken. Doe dan. Loop dan. Sorry, mijn Facebook ging weer af. Maxime is actief. Nice, oké. Okay. Dan kom jij nu eventjes hierheen. Spierballen laten zien. Kom gewoon hierheen. Waarom komt hij niet even hier staan? Het is toch veel makkelijker om het hier even hier te doen. Oh, samen hierheen gaan. Dat moet ik natuurlijk klikken. Dan gaat hij mee. Kijk, nu gaat hij mee. Aansporen. Ik weet niet waar tot we iemand gaan aansporen. Ik denk tot sport of zo. Even kijken, vriendelijk. We gaan een gevecht oefenen. Ik wil zien hoe dat gaat. Nou, kom op, Maxime. Laat zien wat je kan. We gaan een gevecht oefenen. Oh! Oh! Zo! Heel oorlog, joh. Oh, hij heeft van ons gewonnen? Nee, dat kan niet. Hoe kan hij van ons winnen? Hoe kan dat? Oké, we gaan nu boksen. Wij gaan keihard boksen. Want dat wij verliezen hiervan, dat vind ik echt niet kunnen. Mijn telefoon gaat zoveel af. Sorry hoor, jongens. Het is echt niet normaal. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kijk er zo wel naar. Maar we gaan keihard boksen nu. Want ik vind het niet normaal dat wij zomaar verliezen van een gevecht van iemand die veel slanker is dan ons en veel minder spieren heeft. En terwijl wij fitnessniveau 10 hebben. Ja, we kunnen wel gaan oefenen nu, maar ja, dat heeft geen zin, want we hebben gewoon niveau 10. Nou ja, dan moeten we hier ook maar mee ophouden. Het heeft blijkbaar geen zin. Oh, alle douches zijn hier kapot en deze douche is weg. Waarom is die douche nou weer weg? En dan gaan we de douche maar repareren. Doen we nog eens wat goeds voor de sportschool. Waarom is die douche weg? Hij is gewoon ineens helemaal weg. Ik weet niet hoe dat dan weer is gekomen. Maar ja, het zal wel. Nou, wij repareren even de douche. Doen wij ook eens weer wat goeds voor de sportschool. Ook wat goed in ons leven. En we gaan eventjes bij Lily... Oh, wacht. Ga je eerst even onder de douche. Even bij Lily kijken. Die gaat eventjes vrienden maken. En Nick gaat even hard studeren. Even de rollen omdraaien. En hierna gaan we dan wel eventjes naar de bar, denk ik. Want ik denk dat het nu al kan, toch? Nu kunnen we wel naar de bar. Of we gaan eventjes gezellig met deze mevrouw praten. Zoe Patel. Oh ja, iemand die had een keer gereageerd. Dat is wel alweer een tijdje terug. Dat Zoe Patel zich deed denken aan Ryan Patel. En Ryan Patel, dat was het vriendje van mijn Sims in de Sims 3 Exotisch Island serie. Dat is echt al een tijd geleden, maar daar deed iemand zich dat aan denken. Toen ze het zei, dacht ik van, oh ja, dat is waar. Die heet ook Patel van de achternaam. Misschien is dat ergens verbonden met elkaar of zo, want het is gewoon allebei de Sims natuurlijk. Dus kan best dat dit dan weer een soort familie van hem is ergens. Ik heb geen idee. Zoe voelt zich geconcentreerd. Waarom in godsnaam Zoe? Interesse spreken. Ik vind Bart en Zoe eigenlijk ook wel leuk bij elkaar passen. Ze hebben een beetje hetzelfde haar, dezelfde huidskleur. Zoe is volgens mij ook best wel sportief. Ze heeft wel een beetje spieren. Grappig verhaal vertellen. Volgens mij passen hun twee best wel goed bij elkaar, toch? Of niet? Denk het wel. Zullen we even lekker gaan flirten met mevrouw Patel? Maar dan gaan we vreemd. Nou ja, oké, nee, we gaan niet vreemd. Flirten is niet vreemd gaan. Een beetje flirten moet kunnen. Nou, eigenlijk moet dat niet kunnen, maar oké, dat maakt niet uit. In de Sims moet dat wel kunnen, vind ik. Zoe is een grapjas. Nou, Zoe, wat leuk. Dan gaan wij jou eventjes een kleurentheorie bespreken. Ik weet niet, ze is een grapjas en dan gaan we de kleurentheorie bespreken. Lekker logisch weer. Een diepgaand gesprek kunnen we ook nog gaan voeren. Oprecht compliment geven. Wat zijn we aardig weer. Even kijken, een knok-knok mop, want ze is een grapjas. Oh, ze is ook onhandig. Nou, dat is niet zo goed dat je onhandig bent. Reparatietips geven. Kunnen we haar misschien wat minder onhandig maken of zo? Geen idee. Even kijken, houten cousine bespreken. Houden wij van houten cousine dan? Of hebben wij Oh nee, die vaardigheid hebben wij niet. Je hebt dan de kookvaardigheid en je hebt dan ook culinair koken of zo. Die krijg je als je kookvaardigheid niveau 5 hebt of zo, dacht ik. We gaan daar een compliment geven over haar uiterlijk, jongens.
we gaan flirten. We gaan het doen. Nou ja, iemand een compliment geven over je uiterlijk, dat hoeft niet per se flirten te zijn eigenlijk. Dus dat is ook weer niet echt waar. Spierballen laten zien. Misschien vindt ze dat wel hartstikke mooi om te zien. Ik weet het niet hoor, maar... Nou, laat eens zien, Bart. Zo! Nou, ze is impressed hoor. Zij is impressed. We gaan een versiertruc doen. Oké, nu wordt het wel echt flirten. Nu wordt het wel echt flirten als ze een versiertruc gaan doen. Maar ja, ach, YOLO. Moet kunnen, hè. Liefde. We gaan vragen of ze vrijgezel is. Niet omdat wij er iets mee willen doen, maar gewoon omdat... gewoon. Oh, we voelen ons gelijk flirterig. En zij ook. Wauw, oké, jongens, nu gaan we echt flirten. We hebben op flirten gedrukt, dus we gaan nu echt flirten. Oeh, jongens, this is getting hot in here. Ik weet niet waarom, maar... Niveau stijgen binnen charisma-vaardigheid. Oh. Oh, we kunnen ook onze partner adoreren. Ja, maar dan verpesten we het gelijk helemaal. Oh, hij wil gaan stretchen. Oeh, wat sta jij dichtbij? Oh, ze gaat naar de wc. Oké, doei. Nou, dan gaan wij ons even stretchen. Weet je wat? We gaan gezellig met Zoe Patel gaan we nu naar de bar. Dat vind ik wel een leuk idee. Even kijken, waar waren we nou net? Waren we nou bij de bar of in de karaoke ding? Voor mij waren we in de bar, dus daar gaan we weer heen. Met mevrouw Zoe, als ik haar kan vinden. Oh ja, ze staat hier. Gezellig even een lekker drankje doen. Nou, daar zijn we. Oh, ze moet nog steeds heel nodig naar de wc. Nou, dan moet ze dat maar even gaan doen. We gaan chips bestellen. Oh, de chocoladetaart staat hier nog van onze verjaardag toen. Nou, dan gaan we die lekker eten, toch? Als die nog... Hier, ik moet kijken. De kwaliteit is nog uitstekend. Ik weet niet hoe lang het is geleden, maar oké, dan pakken wij lekker een stukje taart. Als die nog goed is, waarom niet, hè? We hebben toch honger, dus ja. Oh, had hij nou weer een Instagram gemaakt ervan? Zag ik dat nou goed? Oh, er komt ineens iemand hierheen geteleporteerd of zo. Ik weet niet wat er precies gebeurde. Eeuw, wat zo loopt zij lelijk. Is het taart lekker, Bart? Voor mij is het taart wel lekker. Met Evie kletsen. Nee, we gaan niet kletsen. We zijn hier met Zoe Patel. Goed zo, gaan we maar met Zoe kletsen. Ook al zit ze helemaal aan de andere kant. Maakt niet uit. Oh, ze staat hier niet eens tussen. Even kijken hoor. Leren kennen. We gaan eventjes Zoe nog wat beter leren kennen. Nicole is actief. Oké, dat boeit me vrij weinig. Ik weet niet eens wie het is. Oh, dat is zij. Oh, Zoe is vrolijk. Nou, dat is mooi. Dat is altijd leuk als iemand vrolijk is. We gaan even een selfie samen maken. Die mag Haley dan eigenlijk niet te zien krijgen, maar ja. Maakt niet uit. Ah, wat een leuke selfie. Ik vind ze echt leuk bij elkaar passen. Echt beter dan met Haley. Alleen ik vind het ook weer zo zielig om Haley in de steek te laten. Maar ja, zo gaat het leven soms, hè. Zo is het leven soms. Even kijken. Omhelzen, dat gaan we doen. Kijk, oh, we zijn al best wel goede vrienden. Huidige relatiestatus gewoon vrienden. Oh, wat cute. Kijk nou. Ik vind het echt cute. Alleen eigenlijk vind ik het ook heel slecht. Maar ja, we gaan even een grap over ingenieurs vertellen. Want zij is een grapjas, dus dat vind ze vast wel leuk. Met wie kletsen we nou allemaal? Nicole, Zoe en Davy. Ik wil helemaal niet met zoveel mensen kletsen. Ik wil gewoon alleen met haar kletsen, maar dat mag blijkbaar niet. Nieuwste games bespreken. Ik weet niet of zij een gamer is. Oké, nee, blijkbaar dus niet. Sorry Zoe, ik wist niet dat je niet een gamer was. Even kijken, liefde. Jeetje, wat kunnen we nog meer doen? Zullen we ermee uitvragen? We gaan gewoon op date met haar. Of is dat een beetje te veel van het goede misschien? Ik heb geen idee eigenlijk. Nou ja, we gaan het nu al doen. We zullen wel zien. Oh, gaan we dat nou doen of niet? Nou weet ik het niet meer. Ze praat tegen ons, maar ze praten de andere kant op of zo. Beetje raar. Oké, we gaan nu maar naar de lounge dan. Ik weet niet, we moeten ergens anders heen. Nou, we zijn op date hoor, jongens. Volgens mij is dit ook een doel van hem, toch? Oh nee, zijn doel is schilderen natuurlijk. Gezellig doen met je afspraakje. Nou, dat gaan we dan sowieso even doen. Bewondering uitdrukken, dat is wel gezellig, toch? Of niet? Ik weet het niet. Een geheim delen. Flirten, dat is ook een doel. Dus we moeten ook even flirten. Oh, we werden bijna aangereden daar, zo zag ik. Zittend met je afspraakje praten is een doel. En gezellig doen met je afspraakje. Dat is het voornaamste doel. Dus dat moeten we sowieso doen. Nou, nog één keer flirten en hebben we dat doel bereikt. Zo. Dat is numero 1. Numero. Oeh, het volgende doel is zoenen. Oké, zoenen. Dat wordt wel echt alweer iets. Echt next level.
Maar ja, ik weet niet of ik dat ga doen. Ik vind het wel heel zielig voor Haley. En dadelijk komt Haley er ook achter. En dan moeten we dus gewoon... Dan moet Bart gewoon ja, uit huis. Of nou ja, niet uit huis per se. Maar dan... Ja, ik weet niet. Horen jullie die muziek? Horen jullie die muziek? Deze muziek is uit The Sims 2, jongens. Oké, sorry, ik zit helemaal in mijn moment. Nee, maar dat is muziek van The Sims 2. 2, wauw. En ze spelen ook wel The Sims 1 op de computer. Ik vind dat echt gaaf dat ze dat The Sims 1 en 2 zo ook nog terugbrengen in The Sims 4. Oh, zit het met je afspraakje praten? Hebben we voltooid? Nice. Ja, we moeten haar nog steeds zoenen, maar dat durf ik eigenlijk niet. Want dat vind ik zo zielig voor Haley. Maar ja, weet je, we kunnen het ook gewoon YOLO doen. En het gewoon wel doen, maar ik weet niet. Oh, wat stond er nou? Zijn we goede vrienden geworden? Huidige relatie staat dus oogappel. Oh, dat vind ik zo lelijk. Lelijk woord, oogappel. Maar ja. Oh! Oké, we hebben ons voornaamste doel bereikt. En dat is dus gezellig doen. Zullen we haar gewoon gaan zoenen? Ik weet niet of ik het durf. Eerste kus. YOLO, ik heb erop geklikt, jongens. Jongens, ik heb erop geklikt. Op de eerste kus. Wat slecht. Wat slecht, jongens. We gaan gewoon vreemd. We gaan gewoon keihard vreemd. En we liepen door haar heen. Zagen jullie dat? Oké, daar gaan we. Oh, we doen het toch niet. Eerste kus. Kom op. Kom op, Bart. Ah, oh, wat schattig. Echt heel schattig. Oh nee, de hartjes gaan naar beneden. Waarom gaan de hartjes ook bij haar naar beneden? Oh ja, zij was natuurlijk ook nog een soort flirt van ons. Oh kijk, ze is gelijk verdrietig. Oh, wat zijn wij hartenbrekers. Of Bart is echt een hartenbreker. Wauw, je afspraakje gepassioneerd zoenen. Nou ja, weet je, nu we het toch wel hebben gedaan, kunnen we het net zo goed nog een keer gaan doen. Oh, dat kan helemaal niet. Die optie is er nog niet. Nou, oké, dan niet. Diepgaande gesprekken hebben. Nou, dat kunnen we wel even doen. Dat is niet zo erg. Vriendelijk, nog een diepgaand gesprek. Zo, hebben we dat doel ook weer voltooid. Ik vind het wel heel erg dat we het echt hebben gedaan. We hebben haar gewoon echt gezoend. Gewoon keihard op de bek gepakt. Wat? Oké, dat was heel, heel onbeleefd en onbeschoft dat ik dat zo zei. Maar ja, maakt niet uit. Ik denk dat we er maar van doorgaan. Dat we ons afspraakje beëindigen. Want ik vind het wel mooi geweest. En ik vind het nog steeds zielig voor Haley. Ik wil Haley helemaal geen pijn doen. Maar dat hebben we nu wel gedaan. Oh, waarom staan hier zoveel mensen? Wat is hier in godsnaam aan de hand? Oké. Kunnen we het... Oh ja, we kunnen het voortijdig beëindigen. Afspraakje voltooid. Medaille voor goud verdiend. Nou, ik vind het helemaal mooi. We geven haar nog even een omhelzing. En dan gaan we er vandoor. Of een omhelzing. Hoe noem je dat? Een knuffel. Oh, Bart voelt zich ook moe. Nou, dat is mooi dat we er vandoor gaan. Kunnen we ook nog iets van doei zeggen of zo? Of niet? Vraag om in te trekken. Nou nee, dat doen we maar even niet, hè. Zie je het al voor je? Dat we samen met Haley en Zoe gaan wonen. Dat wordt helemaal dramatisch. Oké, wij gaan naar huis. Wauw, ik vind het echt heel erg eigenlijk dat ik het heb gedaan. Dat we Haley nu gewoon haar hart hebben gebroken. Oh kijk, er gaan weer hartjes bij hem van hem af. Is dat met Haley? Het is toch niet met Haley, hè? Weet Haley het nu al? Nee, Haley weet het nog niet. We zijn ook getrouwd. Oh, wat erg. Maar Haley kan er toch niet achterkomen nu? Hoe moet Haley erachter komen? Want ze heeft het niet gezien. Misschien dat ze het kan horen van iemand. Maar ik neem aan dat dat niet gebeurt, toch? Jeetje, hoe ver gaan wij nog lopen? Oh, we gaan nu eindelijk. Nou, Bart die gaat gelijk naar bed. Want het is wel mooi geweest. Oh, Haley zit nog op de wc. Nou, dan gaat zij daarna ook maar naar bed. Hoe is het met Lily? Lily gaat sport kijken. Nee, we gaan slapen, meid. Hoe vind je dat? En Nick, we gaan ook slapen. Het is verdomme al 1:30 bijna, joh. Ga toch niet meer vrolijk achter de computer zitten? Ga gewoon lekker slapen. Wat gaat hij dan weer? De cornflakes eten? Doe eens normaal. Slapen, Nick. Slapen. Hij doet het niet. Waarom kunnen we niet slapen? Wat is dit nou weer? Oké, we mogen goed serieus niet slapen. Mag zij ook al niet slapen? Oh my god. Waarom mogen we niet slapen, jongens? Oké, Bart slaapt wel. Maar waarom mag de rest niet slapen? Mogen we wel een dutje doen? Ook niet. Mogen we überhaupt iets doen? Oké, we mogen helemaal niks meer doen. Voor mij is het een beetje een bug van de Sims of zo. Ik kan gewoon niks doen. Ze doen gewoon wat ze zelf nu zin in hebben. Een beetje raar, maar oké. Bij deze jongens zit dat het einde van de aflevering. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar voor mij bugt de Sims een beetje. In ieder geval, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En zien jullie mij de volgende keer weer. Bye!